Beste Linde kijkers, ik ben Edwin Jonker en dit zijn mijn 25 favorieten. Mijn favoriete app is de WhatsApp. Why? Tell them that it's human nature. Why? Human Nature van Michael Jackson. Havermout. Mijn bed. Begin van de avond. Als ik vrij ben, dan laat je de dag achter je. Dan ontspan ik. Dan begint mijn avond. Dan ga ik mijn eigen wereld bouwen. En als ik wel moet werken, is het het begin van de show. Carpe diem. Ik kan niet kiezen tussen speculaas en appeltaart. Mama. Mijn moeder. Praag. Berlijn. Prachtig. Bijstandsmacaroni van mijn moeder. Toen mijn moeder nog studeerde en wij heel klein waren, had ze niet zoveel geld en maakte ze macaroni in deze smekworst. Ze deed Amsterdamse uitjes en ketchup er doorheen en dat met macaroni en wij vonden het heerlijk. Gin tonic. Fuck of kut. Kut. Als het koud is in de winter, je hebt een beetje honger, je staat op het metrostation. Vroeger haalde je zo'n frikandel uit de muur, je wist dat het slecht was. Je weet ook dat het niet goed vlees is, maar het was zo lekker. Panter. Benen. Dijen, beter gezegd. In ieder geval kant of gaas. Ik vond Barcelona ook geweldig. Nee, Amsterdam. Ik kies voor Amsterdam. Heerlijk. AC/DC. Elkaar in de ogen kijken. Ja, ik hou toch wel heel erg van Lord of the Rings en The Hobbit en dat soort films. Dat vind ik echt prachtig. Die is er niet meer, maar Willem Ruis. Hij hielp de mensen. Hij speelde een beetje vals. En dat vond ik leuk. Dus hij was eigenlijk tegen zijn eigen programma, maar met de kandidaten. Dior. Intens. De Zahir van Pablo Coelho. Vind ik zo'n goed boek dat ik het gewoon op mijn hand heb laten tatoeëren. De Zahir betekent iets of iemand waarmee je in aanraking komt, die langzaam beslag legt op je gedachten en op je zijn. Is dat heiligheid of is dat waanzin?